Loonbedrijf Segers uit Drempt hakselt het eerste meisperceel van dit jaar. Het is bij melkveehouder Christian Schieven in Wijnbergen bij Doetinchem. We zijn nu al twee wagens aan het hakselen. Omdat de voorraad van vorig jaar die was niet voldoende om tot de nieuwe oogst te komen. En daarom hebben we vandaag twee wagens gehakseld. En de kwaliteit is goed. Het is nog wel wat groen, het is nog niet goed rijp. Ik schat hem zo'n beetje op 28% droge stof. Dus maar nu kan ik weer een 3-4 weken vooruit. En ik hoop dat het daarmee voldoende is. Dit is onze eerste mais die we dit jaar hakselen. De klant heeft het voer op. Die wil even een kleine zomerkuil maken, zodat hij dan een paar weken van deze kuil kan voeren. De kwaliteit van de mais ziet er dit jaar uitzonderlijk goed uit. En als alles zo blijft zoals het nu eruit ziet, dan kunnen we onze bos nat maken voor de hoeveelheid mais wat er komt. Het is hier nog wel een vrij droge zomer geweest van het jaar. Eigenlijk niet zo heel veel neerslag gehad, dus ja, dan, daarom is wat meer mais gevoerd, dat is normaal. En vandaar dat dus de voorraad wat eerder op is. Ook hebben we nog wat vleesstieren erbij, dus die vreten ook nog wel een groot gedeelte van de mais op. Dus zodoende dat we iets eerder aan de nieuwe oogst begonnen zijn.